burgemeester, dames en heren. Welkom op deze boekpresentatie. Ik zal u heel snel iets vertellen over de totstandkoming van het boek. Een jaar of vijf geleden verzorgde ik voor Den Haag Marketing een wandeling langs sporen van de bezetting in de binnenstad. Dat speelde zich ook af zo'n beetje in deze periode. Dat is nou eenmaal zo, rond april, mei, dan speelt dat op, die bezettingstijd. En die gids die met een aantal groepen die wandeling is gaan lopen, heb ik een aantal foto's meegegeven uit bezettingstijd. Omdat als je nu eenmaal in de binnenstad langs locaties loopt die een betekenis hadden in de bezettingstijd, je dat niet kan zien aan de gebouwen. Dus ik had hem die foto's meegegeven, dan kon hij het wat beeldender brengen en de geschiedenis dichterbij brengen. Maar als je dan een foto kan laten zien hoe dat daar in de bezettingstijd uitzag, dan brengt dat de geschiedenis dichterbij. En het rijke bezit aan foto's in de beeldbank van het gemeentearchief en die methodiek brachten mij ertoe om op het gemeentearchief af te stappen met een gedachte om met de methodiek van toen en nu iets te gaan doen. Nou, we staan hier in de Haagse stad uit bij een prachtige tentoonstelling. Een van de initiatiefnemers staat hier voor me. Waar is dit idee vandaan gekomen? Het idee is oorspronkelijk van Henk Ambachtsheer. En hij had het idee om de oorlog, hè, natuurlijk het is nu 70 jaar bevrijding. 8 mei 1945 is Den Haag eindelijk ook vrij. En hij had het idee om het verhaal van de oorlog te vertellen aan de hand van foto's uit het grote collectie van het Haagse gemeentearchief. Maar niet alleen het verhaal van de oorlogsfoto's vertellen, maar daarnaast te laten zien hoe ziet die plaats er nu uit. Met het oog op dit herdenkingsjaar. 75 jaar meioorlog en 70 jaar bevrijding ben ik dus op tijd naar het gemeentearchief gestapt en Corine Glaudemans en Maarten Schenk waren beide onmiddellijk enthousiast en toen zijn we dat gaan uitvoeren. Het overkoepelend thema voor het boek zou je kunnen omschrijven als de stad als decor waarin de geschiedenis zich afspeelt. Want op dat moment dat je de foto van nu ernaast ziet, betekent het, oh ja, het is echt. Die Tweede Wereldoorlog komt heel nabij. We hebben 9 thema's voor de inhoud vastgesteld. En toen zijn wij in die 200.000 foto's van uit de beeldbank, hebben we daar, gelukkig kon je selecteren op een tijdvak, hebben we er zo'n 8500 bekeken uit de bezettingstijd en de thema's gevuld en vooral ook goed gelet op de spreiding over de stad, dus niet alleen om het centrum gaat, en of de nu-foto nog wel menselijkerwijs te nemen zou zijn. En uiteindelijk zijn dat er 150 geworden. En we hebben toen uit die grote collectie van meer dan 8500 oorlogsfoto's, hebben er 150 uitgehaald die het verhaal, het oorlogsverhaal van Den Haag vertellen. Met de vele dieptepunten, zoals nou ja, sowieso de bezetting, de Duitse bezetting, de collaboratie, dan denken we aan de samenwerking, hè, de samenwerking van NSB'ers met de Duitsers, Duitse troepen in de stad. Maar ook gewoon alledaagse dingen. Er staat een foto in van het Gouden Hoofd. Was er al voor de oorlog, was er dus ook in de oorlog. Mensen gewoon op het terras zitten. Nu wil ik overgaan tot een officieel moment. Op 8 mei 1945, dit jaar 70 jaar geleden, was Den Haag, de stad in oorlog, eindelijk weer een stad in vrede geworden. Het is voor Henk Ambachtsheer, Dick Valentijn en mij daarom een eer om aan burgemeester Van Aartsen, de burgemeester van de stad van vrede en recht, het eerste exemplaar van ons boek Den Haag, stad in oorlog, stad in vrede te mogen aanbieden. Dank u. Heel veel dank voor het overhandigen van dit boek. U heeft dat in uw speech al benadrukt. Het voert ons terug naar een dramatische periode uit de geschiedenis van de stad Den Haag, de Tweede Wereldoorlog. Onze stad, en het klinkt wat gek als ik dat misschien zeg, maar ik ben blij dat u daar ook nog weer een keer de nadruk op heeft gelegd, heeft heel zwaar geleden in de jaren 40, 45. Jarenlang
heeft dat in onze stad, heeft die episode in onze stad onvoldoende aandacht gekregen. Bij iedere bijeenkomst in mei en in speeches als deze heb ik daar iedere keer de nadruk op gelegd. Den Haag is wat dat betreft heel slordig met die geschiedenis omgegaan. Het heeft eigenlijk heel weinig aandacht gekregen. En het is goed om te zien hoeveel hier vanmiddag zijn, maar ook hoeveel gaandeweg steeds meer mensen komen bij herdenkingen die we in de stad organiseren. En dit boek brengt die oorlog van eergisteren, waarvan de groep ooggetuigen natuurlijk ieder jaar kleiner worden, angstaanjagend dichtbij. Door de foto's uit de bezettingsjaren te plaatsen naast de foto's van dezelfde locatie uit onze tijd, u heeft het uitgelegd, dan lijken die oorlogsjaren helemaal zo ver weg niet meer. En je bekruipt je gevoel, dit was een stad in oorlogstijd. Met de tentoonstelling en met het boek. De tentoonstelling is gemaakt door een collega van mij, Wendy Lauw. En met het boek, wat ik samen met Henk Ambassier en Dick Valentijn, die heeft alle foto's gemaakt, willen wij het verhaal over de oorlog vertellen, maar nu het vrede is. En vandaar ook de titel van ons boek, Den Haag, stad in oorlog, 40-45, stad in vrede, dat is nu. Tot hoe lang blijft deze tentoonstelling hier staan? Halverwege mei.